Averechtse vasten. Nou, ik laat jullie eerst zien hoe je een vaste haken. Dus door twee lussen heen, draad ophalen, om je naald heen en doorhalen. Dus doorsteken, draad ophalen, om je naald heen en doorhalen. Nou, dat is dus een gewone vaste. Maar een averechtse vaste. Ik ga je niet van rechts naar links haken, maar ga je van links naar rechts haken. Wat je doet is... Hier heb je eerst lus, die sla je over. Dus je maakt even één losse. Dan ga je naar de eerstvolgende lus. Dan steek je naald door. Door de twee lussen heen haal je draad op. En je haalt hem door. Dus, hier is je lus. De volgende steek van voor naar achter onder de beide lussen door. Dan pak je draad. Die haal je door. En je maakt je averechtse vaste af. Dus, nog een keer. Door die twee lussen heen. Pak je draad op, je trek je door en je maakt de steek af. Dus doorsteken, ophalen en doorhalen. Probeer wel je lus even lang elke keer te houden, anders krijg je de ene heel lange lus en de andere strak lusje. Dus weer doorsteken, draad ophalen en doorhalen. Dit is dus een averechtse vaste steek. Die wordt veelal gebruikt op het moment dat jij randjes gaat afwerken. Dit geeft net even wat meer body en strakheid aan je werk. Dit was dus de averechtse vaste. En sommige mensen noemen dit ook wel de kreeftensteek. Ik ken hem als averechtse vaste. Succes!